Bekende bij de Noorderlingen is de tot juni verhuurde spits Kai Sierhuis. We beginnen met een korte quiz en als Kai de vragen goed heeft, krijgt hij een FIFA cadeaukaart om een pack te kopen. En wellicht krijgen we weer situaties zoals deze. Ja, het is altijd leuk om een paar packs te openen, ja. Nou, dan gaan we beginnen. Welke club is ouder, Ajax of Groningen? Ajax. Hoe heet het oude stadion van Ajax en hoe heet het oude stadion van FC Groningen? De Meer en Noorderpark. Toch? Oosterpark. Nee, Oosterpark. Oosterpark. met welke spits die voor zowel Ajax en Groningen speelde, ja, ben jij ooit het veld opgelopen in de arena? Tadic. En volgens mij nog iemand. Tadic en nog, Suarez. Hoe was dat om Suarez toen te ontmoeten? Ja, als jong jochie, ik zat denk ik in de D-junioren. Ja, dat is dat een voorbeeld. En ja, op dat moment wist je nog niet natuurlijk dat hij het zo goed zou doen, dat hij echt een wereldtopper zou worden. Heb je dat ook nog een beetje in je achterhoofd van hey, hij is hier ook... Nou ja, er zijn genoeg voorbeelden van jongens die hier hebben gespeeld, die de wereldtop hebben bereikt. Kijk maar naar momenteel beste verdediger van de wereld ook nog eens, Virgil van Dijk. En ook zeker via Ajax, hè, Daley Blind, Tadic, nou, wat je zegt, Luis Suarez. Dus dat zijn wel mooie voorbeelden, denk ik. Dan gaat mijn volgende vraag, Kai. Oh. Welke huidige Ajaxiden hebben een verleden bij Groningen? Ja, dat zal dan Tadic en Blind zijn, hè? Klasse. Nou, ik vind, omdat je dit eigenlijk zelf al had ingekopt, dat je alsnog dan de quiz hebt gewonnen. Dus aanstaande zondag krijg je een cadeautje. Die zal ik dan meenemen. Kai Sierhuis wordt momenteel tot en met juni uitgeleend aan FC Groningen, die een optie tot koop heeft op de aanvaller. Een leerzaam avontuur voor de pas 21-jarige spits. Hij kende een dipje waar hij uiteindelijk sterker uit wist te komen, maar het verschil tussen beide clubs blijft groot. Ik kan wel zeggen dat het verschil wel heel groot is. Zeker ook vergeleken de jeugd en jong Ajax is de Eredivisie überhaupt al een verschil. Ja, en bij Ajax wist je eigenlijk dat je wel als spits 2-3 goede kansen kreeg in een wedstrijd om een goal te maken, als het er soms niet meer waren. En bij Groningen moet je soms wel eens wedstrijden wachten totdat je een goede kans krijgt om te scoren. En moet je van kleine kansjes moet je misschien wel goals proberen te maken. En ja, dat verschil is wel aanzienlijk. En dat heeft er ook voor gezorgd dat je dan een tijdje een aantal wedstrijden niet scoort. En dan ja, ga je misschien een beetje twijfelen van, hè, hoe kan dat nou? Maar ik denk wel dat ik nu de knop wel heb omgezet en mentaal wel gewoon sterk ben geworden wat dat betreft. Vorig seizoen won Ajax door een late goal van Huntelaar. Een gekke wedstrijd voor Sierhuis. Het was wel natuurlijk echt een hele aparte wedstrijd voor mij wat dat betreft. Ik speelde en wij deden het wel gewoon goed als ploeg. Het maakte het Ajax echt best wel moeilijk. Ja, het was wel voor mij ook toen het heel lang 0-0 bleef. Al in die wedstrijd dacht ik wel al eventjes van het zal maar gebeuren dat we hier gewoon punten af gaan pakken. En dat ze geen kampioen worden. Maar goed, kijk, het is gewoon zo. Ik ben nu hier aan de slag. En ik doe maar mijn stinkende best om punten te pakken met Groningen. En dat moet ook gewoon tegen Ajax. En kampioen word je niet over één wedstrijd, maar over een heel seizoen. Dus ja, het was niet zo geweest als ze punten hadden verspeeld uit bij ons, dat het alleen daaraan lag. Dus dat realiseerde ik me ook wel. Zondag ontvangt hij de Amsterdammers opnieuw. Een feest der herkenning voor hem en zijn oude maatjes. Nou, ik vind het wel heel leuk. Allemaal jongens, zeker ook vorig jaar. Nu is het wel ietsjes minder. Maar nog steeds, ik zie bijvoorbeeld Ryan afgelopen weekend in de basis staan. Ja, dat zijn ook jongens waar ik allemaal in de jeugd en in jong Ajax vooral mee heb samengespeeld. Karel is al heel lang wel een maatje van me. Kon er altijd heel goed mee vinden in de jeugd van Ajax. We hebben allebei echt onze eigen route bewandeld. Ja, als je dan tegen je vrienden van vroeger, als je daar op het veld tegen mag staan. Ja, dat is hartstikke leuk. Waar denk jij dat jouw toekomst ligt? Oh, dat vind ik wel heel, heel moeilijk om te zeggen. Mijn huurconstructie zit ook zo in elkaar dat Groningen nu na dit seizoen een optie tot koop heeft. Maar ik weet eigenlijk nog geen idee of ze die optie willen en kunnen lichten. En ik denk dat het eerste belangrijke is om te weten, om vervolgens maar naar mijn verdere toekomst te kunnen gaan kijken. Want ja, ik weet gewoon nog niet wat volgend seizoen gaat brengen. Dus ben ik zelf ook wel heel benieuwd naar. Wat vaststaat is dat de ontmoeting aanstaande zondag een bijzondere zal worden. Nou, je merkt wel dat zeker een wedstrijd tegen Ajax, dat meer leeft hier dan een andere wedstrijd.
dat komt natuurlijk gewoon omdat Ajax een topclub is met fantastische voetballers. En die willen ook de mensen in Groningen aan het werk zien. Dus iedereen wil van Ajax winnen. Dat is gewoon zo. Dat is in heel Nederland zo. En dat merk je dan nog meer als je niet bij Ajax zit, maar ergens anders terechtkomt. We gaan het zien zondag. Ja, het wordt in ieder geval geen makkelijk potje, kan ik garanderen. Hey, en dan de hamvraag. Als jij je pack gaat uitpakken, want je hebt hem alsnog verdiend, vind ik. Ja. Hè? Wie hoop je te packen nu? Ja, Neymar of zo. Zou wel lekker zijn. Ik gun hem je. Dankjewel.